Op zondag 5 september vindt hier het natuurfestival plaats voor families met kinderen in bos. Ouders, iedereen is welkom. Ja. Heeft een mooie naam, hè? Ja, het heet Fertile Natuur. Het is eigenlijk een landelijk evenement georganiseerd door het IVN. En iedereen wordt uitgenodigd om de natuur te vieren. Dus dat is echt heel tof. Dus je kan allemaal je eigen natuurfeestje organiseren. Opa, oma en de buren en de vrienden en de vriendinnen doen, hè? Ja, iedereen is welkom en wij organiseren dus echt voor families met kinderen. Er zijn allemaal natuuropdrachtjes, je kan een kijkje nemen bij de IEMKE, je hebt oude kind yoga, allemaal leuke dingen. Er is ook dan nog informatie over duurzaam leven. De herenboeren komen bijvoorbeeld langs en die gaan dan ook allemaal dingen daarover vertellen. En het is ook gewoon leuk om elkaar te inspireren en bij elkaar te komen. Zeg, wat voor opdrachtjes kunnen die kinderen eigenlijk doen? Nou, je kan bijvoorbeeld zaadbommen maken door eigenlijk te knutselen met de natuur. Kijken wat er wel niet allemaal uitkomt. Maar ook beestjes zoeken in het bos en allemaal dat soort leuke dingen. En horen we alleen nou de vogeltjes fluiten of is er nog meer? Nee, er komt nog live muziek van het ROC. Dat zijn studenten die hier nog een klein optreden geven. Dus dat is ook heel leuk. Dan kan je nog mee dansen. Dus voor wie dat gezellig vindt, is allemaal mogelijk. En is er ook nog wat te eten? Ja, mooi. Ja, er komt een barbarista langs en we gaan ook kijken of er broodjes aanwezig zijn. Wat kun je bij het IVN doen? Nou, we organiseren eigenlijk allemaal leuke activiteiten voor jong en oud. Voor de kinderen zijn er natuurlijk de scharrelkids. Er zijn ook soms speciale evenementen dat je met paddenstoelen excursie hebt. Planten, vlinders, insecten, stenen, nog meer? Ja, je hebt ook bijvoorbeeld op basisscholen, zijn er natuurouders en dan worden de kinderen uitgedaagd om mee te gaan in de natuur en allemaal leuke dingen te doen, ook in de klas. Ja, en wat is het doel van al dat streven? Ja, dat iedereen de natuur meer gaat waarderen en ook geniet hoe mooi het eigenlijk wel niet kan zijn en dat het wel aandacht nodig heeft. Want als je niet de natuur leert kennen, dan heb je ook geen passie en liefde voor. Waar vindt het allemaal plaats? Nou, je kan hier met de fiets heen komen. Dat is natuurlijk als TEC een voormalig scoutingterrein, de Horst. En mocht je met de auto willen komen, dan vragen we of je wil parkeren bij het industrieterrein. Dat is bij de Einsteinstraat. 5 minuutjes lopen en dan ben je er zo. En het is nog duurzaam ook, hè? Heel duurzaam. Als iedereen op de fiets komt, dan zijn we helemaal gelukkig.